Lok en Jamila, jij bent twee meisjes uit Matthijs Friesland die zich grutte zware meidje. Waarom meidje je zware loken? Omdat het ziekenhuis per direct sluiten wordt. En even zien, de dokters wachten, die ben het met de bereiking naar zijn tijd spoedeisende hulp ook net. En er werken nog meisjes trouw die gewoon net uitbetalen krijgen. Passana is vanmiddag nog failliet verklaren. Er zijn 1400 banen binnen voortgingen en dat is al in je voortzijs maar. En waarom het weer zo'n grote zwaring meidje, dat is als er nou wat gebeurt, zeg maar, en waar zwaarverzekering, de Friesland toch mee, ja. Zeg maar, als er wat gebeurt en er zijn levensbedreigende situaties, dan kan je al deerwijzen voor die überhaupt het MCL of Drachten bereikt. Ja, en toen had je hem betocht dat je meer actie vervoeren wilde, Jamila. Hoe had je hem daarom uitgedacht? Ik dacht, de beste manier is om Facebook pagina aan te maken. Dan bereik je iedereen gewoon op de snelste manier. En dat sloeg heel hard aan. Ja, want hoeveel likes hebben jullie inmiddels op een Facebookpagina? Over de 5000 geloof ik al bijna, ja. Ja, en dan slaat het aan en dan kon je verder denken. En dan denk je, er moet meer gebeuren. En wat denk je dan, Lolke? Actie ondernemen. Dat pakken. En toen? Toen ben we gelijk bezig gingen met connecties lezen. Mensen die wat voor iets betekenen. Ik had oren en nachten oorhoer slipt. Dus we waren echt een drukke dij voor de boeg gewoon, zeg maar, er ben, hoe heet het, spandoeken ben regelen, spandoeken om uit te delen, er ben andere burgerinitiatieven ben kwamen, we hadden contact gewoon met Rette Sionsberg, die had in 2012, had die voor een demonstratie zwargen, excuses. En even zien, daar hebben we contact mee gewoon en daar ga ik verder mee in gesprek. Alleen we gaan aankomende woensdag een officiële manifestatie slash betoging houden op een ziel. En maandag gaan we in gesprek met de burgemeester, een van de politie en wethouder erbij om het voorkomende te krijgen. En dan worden we het om 3 uur de middags tot 4 uur in de middags over de douane. De reden waarom die tijd dat we die gekozen is omdat sommige mensen binnen 9 jaar claimen werken. En had ik nog de mogelijkheid om dit te kunnen komen. En er is ik gelegen niet voor speeches te gaan. En de meisje bijeen te brengen, zodat we het samen door en samen proberen de Sionsberg te redden. Want het gaat om meisjelevens. Ja, Jamila, ga je ik iets speciaals nog doen? Dat er bijvoorbeeld meisjes optreden om extra reuring te gaan. Ga je hem daar toch? Ieder een programma? Nou, we hebben nu wel in de planning dat we microfoons sowieso regelen en boksen. En de opstap bij het oude gemeentehuis, dat gebruiken we dan zeg maar zodat mensen daar kunnen staan. En er is nog van plan dat mensen aan kunnen geven of ze iets willen bespreken. En dan krijgt iedereen een spreekmoment. Dus dat willen we gaan plannen. En hebben jullie echt meesten kunnen uitnodigen bijvoorbeeld van Passana of van de Friesland om daar wat te komen zezen? Daar wordt nog aan werken. Daar hebben we druk voor aan het werk. Dat, we hadden het weekend nog, we hadden tot woensdag, dus we hadden genoeg tijd, goed volle tijd in zitten. Die tijd hadden we direct verhoor. Die tijd zullen we erin steken en we proberen ons uiterste best te doen om dit tot een goed iets te brengen. En een goed iets is, Jamila, dat het ziekenhuis gewoon niet bloot. Het liefste wel, ja, dat is het hoofddoel, tuurlijk. En altijd in een wat lichtere vorm hier en bloot. Bijvoorbeeld net meer zo volle bedden en net meer zo volle polyklinieken. Ben je hem dan ook blij? Nou, het is altijd beter dan niets. Ja, als we maar ergens terecht kunnen. Maar je hem voor mij nog even een oproep doen om iedereen op te roepen om te komen. Waar doet het van je hem te aan? Beiden. Nou, rops op, mij zijn beiden. Ja, bij deze. Wij roepen iedereen op. Om woensdag 3 december samen te komen op de zaal. Massaal met spandoeken en laat uw stem horen. Heeft u wat te zeggen? Er is een speech, er is een microfoon, er zijn boksen, alles wordt geregeld. En, we gaan allemaal erheen. We gaan ons best doen. Mooi initiatief, jongens. Dank je wel. Succes en ik hoop dat er een hele prette meisje komt.